In dit deel gaan we dieper in op de analoog-digitaal converter, de Sigma-Delta ADC. Hoe deze is opgebouwd en hoe deze werkt. De Sigma-Delta ADC is eigenlijk een spanning-frequentie-omzetting. Een hogere frequentie of meer pulsen per tijdseenheid betekent een hoger signaal aan de ingang. De bouwblokken van de Sigma-Delta ADC bestaan uit een integrator, een comparator, een 1-bit DAC en een oversampler. De converter zal het signaal aan de input oversamplen. Dat betekent dat het ingangssignaal verschillende keren wordt omgezet in een digitale code. Deze oversampling gebeurt telkens, of zorgt er telkens voor dat we een seriële bitstream krijgen van eentjes. En deze aantal eentjes per tijdseenheid is een maat of is proportioneel aan de ingangsspanning van de ADC. De voordelen van deze Sigma Delta is dat hij een zeer hoge resolutie kan behalen zonder gebruik te maken van high-end of dure componenten. Hij gebruikt enkel een integrator, een comparator en een 1-bit digitaal analoog converter. Hij is wel iets trager omdat er redelijk veel oversampled wordt. Laten we de werking uitleggen aan de hand van deze figuur. Hier links wordt het blokdiagram weergegeven van de Sigma-Delta ADC. Op punten 1, 2, 3, 4, 5 wordt telkens de signalen weergegeven die op deze knooppunten voorbij komen. We beginnen met het ingangssignaal dat constant na een sample en hold circuit constant op 0,2 volt wordt gehouden. Die 0,2 volt die gaat vergeleken worden met een impuls, een puls die wordt aangelegd, een puls van in dit geval 1 volt, dus een puls die gaat van 0 volt, dan krijgen we een puls van 1 volt, en die puls heeft een zekere tijdsduur. Gedurende deze tijdsduur wordt er 1 volt afgetrokken van het ingangssignaal. Dit resulteert achter deze aftrekking met een spanning van min 0,8 volt gedurende deze tijd. Gedurende deze tijd wordt het signaal dan ook geïntegreerd door de integrator, wat resulteert in punt 4 in een dergelijk signaal. Dus de spanning loopt af, doordat de spanning negatief is, en deze loopt af gedurende de duur van deze puls. Als de puls verdwenen is, dan verandert de spanning van de impuls terug naar 0 volt, en wordt 0,2 volt min 0 volt, wordt 0,2 volt, wordt terug een positieve spanning. Een positieve spanning betekent dat het signaal terug richting 0 begint te veranderen door het signaal aan te bieden aan een integrator. Vanaf het moment dat via de threshold de spanning terug 0 volt wordt, wordt er terug een impuls gegeven, terug een impuls van 1 volt die een bepaalde tijd duurt. En dan gebeurt terug alles opnieuw. Het uitgangssignaal 5 aan de impuls zijn deze aantal eentjes, de bitstream. De bitstream en signaal 1 zijn het aantal eentjes die voorbij komen ter tijdseenheid. Dit is een voorbeeldje als je 0,2 volt aanlegt aan de ingang van deze ADC. Als je dit vergelijkt als we een hogere spanning gaan aanleggen, bijvoorbeeld hier, van 0,4 volt aan de ingang, gebeurt net hetzelfde. Dus er komt een puls van een zekere tijdsduur voorbij van 1 volt. Die 1 volt wordt afgetrokken van 0,4 volt, wat resulteert in een spanning van min 0,6 volt. Dit zorgt ervoor dat gedurende de tijdsduur van de puls het signaal begint af te nemen. Dit blijft afnemen totdat de puls gedaan is en dan wordt er terug 0 volt vergeleken met 0,4 volt. De spanning van 0,4 volt is hoger als het voorbeeldje van daar straks met 0,2 volt. Dus het signaal gaat ook sneller terug naar 0 gaan. Dit betekent dat er al veel sneller terug een puls wordt gegeven aan de impuls om terug een impuls te geven van 1 volt. Het aantal piekjes hier dat aangeboden wordt aan de teller is veel hoger in vergelijking met als er 0,2 volt aan de ingang was aangeboden. Deze pulsjes worden dan geteld via een teller. En het aantal pulsen per tijdseenheid geeft een maat van de ingangsspanning, wat ook wordt aangeboden aan de uitgang
van deze sigma-delta-ADC. Dus hier zien jullie dat de frequentie van het aantal eentjes per tijdseenheid veel hoger ligt in vergelijking met het vorige voorbeeld als de spanning veel lager is, waar er veel minder eentjes per tijdseenheid worden weergegeven. Dit is de werking van de ADC, de sigma-delta-ADC.